is een koude en regenachtige dag, niet warmer dan 5 graden. U kijkt naar het TV West Nieuws van maandag 10 december. Ik ben Sander Knoera. De politie heeft gistermiddag zo'n 20 jongeren aangehouden op station Den Haag-Hollandspoor. De jongeren hadden via social media opgeroepen om een herdenking te houden voor Rishi, de 17-jarige jongen die 2 weken geleden werd doodgeschoten. De jongeren mochten tot 5 uur herdenken, maar daarna weigerden ze te vertrekken en greep de politie in. Ze zijn aangehouden omdat ze de aanwijzingen van de politie niet opvolgden en omdat ze de rust en veiligheid op het station verstoorden. Ik wist dat de mensen die daar waren uit waren op sensatie. Dus het is niet meer vanuit respect voor Rishi, maar uit, ja, om hun stem te laten horen op een negatieve manier. Ik weet dat het jongeren zijn van de Haagse Hogeschool, maar verder ken ik ze ook niet. Alle demonstranten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Alle bussen in Zuid-Holland-Noord zijn vervangen door nieuwe. Want alle buschauffeurs hebben sinds middernacht een nieuwe werkgever. En dus krijgen reizigers te maken met een nieuwe dienstregeling. Vervoerder Arriva is nu dé busvervoerder in de regio Leiden, Alphen, de Bollestreek en Midden-Holland. Zo zien de bussen in Zuid-Holland-Noord er sinds gisteren uit. De 230 nieuwe bussen zijn milieuvriendelijk en voorzien van wifi. Op sommige lijnen mag de fiets gratis mee. En volgens Arriva is de dienstregeling aangepast naar de wensen van de reizigers. De vraag is of alle reizigers ook goed geïnformeerd zijn over alle veranderingen. Aan Arriva heeft het niet gelegen. Primair via de website. Daarnaast hebben we huis-aan-huisbladen uitgebracht. We hebben geadverteerd. We hebben in de bussen informatie verschaft. We hebben promotieteams rondgestuurd. We hebben via de bushokjes informatie geplaatst. Kortom, we hopen dat we iedereen hebben bereikt. En volgens onze verslaggever André van Schonewoerd in Leiden loopt het nog niet helemaal lekker met de nieuwe dienstregeling van Arriva. Nee, dat gaat helemaal niet goed, hè, mevrouw. Dat gaat niet lukken, hè? Het gaat niet lukken, helemaal niet. Nee. Ik kom niet op mijn werk vandaag. Het is ontzettend druk hier op het station. De bussen zitten overvol. De bussen zelf hebben geen aanduiding meer. Kijk, die mevrouw heeft waarschijnlijk haar bus gevonden. Ze moet gewoon even vragen, van, bent u de bus die ik nodig heb? Want er is absoluut geen duidelijkheid bij Arriva op dit moment. En laten we hopen dat dat niet kenmerkend is voor de komende 8 jaar. En er is nog meer busnieuws, want voor het eerst in de geschiedenis van het stadsvervoer in Den Haag is de HTM niet meer alleen verantwoordelijk voor het busvervoer. Het bedrijf doet dat nu samen met Q-Bus. Het nieuwe HTM-bus mag 7 jaar het stadsvervoer verzorgen. Voor de meeste reizigers verandert er niet veel. De meeste buslijnen rijden overdag om het kwartier, in de spits meestal om de 7,5 minuut en in de avond om het 30 minuten. Het is nog niet duidelijk hoe de 49-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag dood werd gevonden in een portiek aan de burgemeester Patijnlaan in Den Haag om het leven is gekomen. De politie weet nog niet precies wat er gebeurd is en of de man slachtoffer is geworden van een misdrijf. De moeder van het slachtoffer vond de gewonde man en waarschuwde een voorbijganger. Die probeerde de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Bij een aanrijding in Poeldijk is gisteravond een fietser zwaar gewond geraakt. Een auto reed over de Wateringseweg richting Poeldijk, maar raakte door onbekende oorzaak van de weg. De automobilist ramde een elektriciteitskast en kwam op het fietspad terecht. Daar werd de fietser geraakt. De vrouw werd eerst door omstanders geholpen en is daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De Wateringseweg was een tijd volledig afgesloten. De Haagse fotojournalist Simon Smit is dit weekend op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon bekendgemaakt. Zijn foto van prinses Juliana met prins Bernhard op een tandem ging de hele wereld over. Smit won in zijn carrière 2 keer de zilveren camera. Hij werkte onder andere voor het Binnenhof en later ook voor de Haagse Courant. De kerst staat weer voor de deur, dus is het weer tijd voor de onvermijdelijke kerstmarkt. Zo ook dit weekend bij Kasteel Keukenhof in Lisse. Wat heeft u allemaal gekocht? Een nieuw gerecht met tilapia. Visbeleg voor op brood, weinig calorieën. En wat heb ik nog meer? Nou, een kleurplaat voor mijn neefje. Merry Christmas, Merry Christmas. S'avonds is hij natuurlijk leuker, maar het is gewoon echt kerstsfeer, echt Duitsland. Meestal gaan we naar Duitsland. Nu zagen we dit en we gaan echt dit doen. Mijn moeder die gaat ook de hele tijd, blijft ook heel,
heel lang ook bij dingen staan. En dat, ja, dan zeg ik, kom nou steeds. En dan... Dan moet je maar zitten wachten elke keer. Ja. Vervelend, hè, die moeders die kerstmarkten zo leuk vinden. Ja, dat is wel vervelend, ja. Kom, gaan we even door. Is weer achter mama aanlopen? Ja. Oh, wat leuk zijn jullie toch. We hebben precies de goede route geïnterviewd, hoor. Den Haag heeft een wereldprimeur. Een zandsculptuur dat CO2 uit de lucht haalt. De kerststal die wordt gebouwd aan het Lange Voorhout bestaat uit het zogenaamde olivijnzand. Dat een gunstig effect op het milieu zou hebben. Er zit een leuke diversiteit in. Een gebouwtje, beestjes, mensen. En het roept een sfeertje op bij het publiek die... Wat ook weer heel leuk is. Ik vind het wel mooi gemaakt. Ja, absoluut. Jazeker. Nou ja, het is nog work in progress, hè, dus we bekijken het nog. Als het af is, dan geef ik je mijn uiteindelijke oordeel, maar men is er goed mee bezig. Het voordeel van de olivijnzand is dat het CO2 zuivert uit de lucht. Het onttrekt CO2 en zet het om in calcium. Olivijnzand is goed voor het milieu. Is dat belangrijk voor jou? Ja, vind ik wel. En op deze manier draag ik nog een keer een steentje bij. En dat vind ik een heel mooi iets. Kijken we tot slot nog even in de kranten van vandaag. Ja, alle kranten besteden uitgebreid aandacht aan de stille tocht van gisteren voor de doodgetrapte grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Maar er is ook ander nieuws. De VVD wil dat de regionale omroepen worden ondergebracht op Nederland 3. Dat schrijft de Telegraaf. Met dat voorstel komt de partij vandaag in het debat in de Tweede Kamer over de mediabegroting. Volgens de liberalen lukt het de publieke omroepen door de bezuinigingen niet meer om het derde net te vullen. Door de regionale onder te brengen op Nederland 3 kunnen de landelijke omroepen besparen op personeel en faciliteiten. Al dus de VVD. En de strijd tegen het illegale vuurwerk is begonnen, dat schrijft het AD. Scholen en politie in de regio gaan nauw samenwerken om leerlingen te betrappen. Zo gaat de politie kluisjes op scholen controleren. En alle leerlingen die betrapt worden, worden direct doorgestuurd naar bureau Halt. Tot zover TV West Nieuws voor dit moment. Meer nieuws vindt u op onze website omroepwest.nl. Natuurlijk zijn we ook de hele dag te volgen via 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.